ik heet Enske en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe live Call of Duty commentary. Vandaag is wat Black Ops 2 en dit is wat Search and Destroy. Maar in gewone, dit is hardcore Search and Destroy. Ik heb dit nog nooit gespeeld op deze Call of Duty, nog nooit hardcore. Dit is heel dom dat ik nou deze sniper heb. Dat ik gewoon semi-automatische troep kan pakken natuurlijk, want het is hardcore. Dus iedereen is al super snel dood. Dus dat is een beetje fucked up. Dit is best wel creepy. Enemy? Enemies! The enemies! Zit er eentje? You're the only one left. Het is steeds gezelliger hier beneden. Ik ben de laatste die over is. Dat vind ik fijn, dan kan ik geen teammates afschieten. Ik ben altijd bang dat ik teammates neerschiet. En dat is niet zomaar, dat doe ik ook altijd. Wat zijn enemies? Ik heb nog geen enemy gezien, man. Of ja, wel enemy, maar die laatste bedoel ik. Ik heb wel enemy gezien. Ik heb er al 3 dood, joh! Dus wat ga ik doen? Wat ga ik kijk gek doen? Ik weet niet eens waar die bommen zijn, want ik heb nog nooit Search Destroy gedaan op deze map ook niet. Ik deed alleen maar League Play. En ik wil graag League Play Search Destroy, maar ik krijg al die andere modes. Ik wil alleen maar Search Destroy, want dat is de enige game mode die ik leuk vind. Of echt leuk vind, dus... Ja. Ik weet niet waar die gozer is. Misschien AFK? Nope. Anders zou ik hem hier toch wel moeten zien, denk ik. Ik ben bang dat ik te pletter val. Oh shit, ik wou die achterzijk planten. Nou, whatever. Ik heb een flauw idee waar die gozer is. Ik denk Bubblebop naast mij. Bam online. Bam online. Ik speel echt KYOLO. Ik weet echt niet waar die mensen kunnen zijn. Bitch, please. Woo! Zo doen we dat. In ieder geval Search and Destroy. Ik weet niet wat er met die mode is, maar ik vind het altijd zo leuk om te spelen. Heel veel mensen zeggen altijd dat ik heel erg tactisch speel. En dan zeggen ze als een nadeel, omdat bijvoorbeeld in pubs of zo, dat ik er niet als een mongool op afren. En dat doe ik inderdaad niet. Ik probeer altijd gewoon te kijken wat is de beste manier om te lopen. En daarom vind ik misschien Search and Destroy ook wel leuker om te spelen. Gewoon omdat er wat meer ja, denkwijze bij komt kijken. In plaats van gewoon simpelweg knallen en we zien wel waar er allemaal vandaan terecht komt. Ah, fuck, dat was dom. Nou. Ik blijf daar even in de gaten houden voor de flankers. Flank, flank. Eentje ondergrond. Ondergrond. Oh. Ik gebaarde mijn teammate. Ik was schieten en ik hield gelijk in. Dat zag je ook wel. Maar hij moest toch oppassen. Hunter killer. Dat is gunstig. Dat is leuk. Altijd leuk. Deze gozer is alleen over mij. Nou. Hoppakee. Houden we hem bedankt. Olé. Teammate, kom je mee? Bijna een heel nummer aan het zingen, man. En daar ligt een cockcharge, dus daar hebben wij het niet zo op, zoals jullie weten. Weet je wat we nou doen? Ik ga hier staan, ik wacht tot mijn teammate doodgaat en dan kill ik de enemy die mijn teammate doodschiet. Nee, maar we gaan even kijken waar er van terecht komt. Hij heeft een kap en ik vind kaps eng. Kom lopen. Loopt hij omhoog? Ik weet nou niet waar hij loopt. Tijd doet ook lang, joh. Oh shit! Nee! Dat is mijn teammate! Dat was mijn teammate! Sorry! Ik schoot mijn teammate dood! Oh my god! Ik zat zo gefocust op geluid. Ik dacht dat ik in mijn eentje over was. Was er iemand gejoined? Ik zweer het je. Sorry. My bad. Sorry. Deed ik. Mijn schuld. Ik voel me echt een douchebag. Dit gaat tot 400, geen 6. Dus dat is wel belangrijk om te weten. We staan 6 om 0. En we hebben een lightning strike. Alsjeblieft teammate. Het was niet expres. 9 seconden nog wachten op deze crap. Ik blijf wel even in leven, anders kan ik hem dadelijk niet eens meer inkalen. Shit. Ja, ik weet zeker dat ik teammates kill. Ik weet zeker dat ik teammates kill. Hoi. Ja, daar kan ik toch simpelweg niks aan doen, jongens. Even serieus, dat vind ik het probleem met strikt. Ik heb zelfs ooit gehad dat ik gekikt werd, omdat mijn... Oh, fuck, dat liep net niet. Omdat mijn...
Ah, omdat mijn chopper een teammate doodschoot. Mijn eigen chopper, niet die bestuurder, maar gewoon die geautomatiseerd zijn, zeg maar. Fuck, ik wist gewoon dat je er was en ik val nog. Dat was wel bad. Maar zeg maar, die geautomatiseerd zijn, dus die vliegen gewoon rond, die doen gewoon hun werk. Die schoot een teammate van mij dood. En toen werd ik gekickt omdat ik te veel teammates gekillt had. Ik weet niet of dat hier ook gebeurt. Maar ik kan er niks aan doen dat ik hem neerschiet als... Of ja, neerschiet oké, daar kon ik iets aan doen. Maar die lightning strike, ja... Al die enemies zitten in die beesten camp, net zoals hij. Dit. Nou, ben benieuwd waar... Oh, ik kan zeggen, ben benieuwd waar hij blijft liggen. Hij weet dat ik aan film ben. En ik denk, weet je wat, dit is mijn... hoe lang is het? 13 seconds of fame. Dus maak ervan, jongen. Maak ervan. We kijken allemaal mee. Allemaal vertrouwen in jou. Jij gaat de clutch, jongen. Ik hoop het niet, maar toch. Maar Search Destroy is fantastisch. Alleen de reden dat ik geen Search Destroy gewoon speel normaal... is dus vanwege het feit dat mensen Bouncing Betty's, Claymores... Ja, alles wat retarded is eigenlijk. Ik kan alles opgenoemen. Target Finders, MMS Sites... Gewoon alles wat irritant en retarded is, kan iedereen zomaar gebruiken. En daar heb ik een pestzekel aan. En daarom vind ik League Play zo leuk. Alleen, ja, League Play is de 3 game modus waar ik niet wil. Alleen Search. Dus ja, het zit niet mee. Het zit gewoon niet mee. Dat is best wel erg op die ronde. Heb ik gefaald wel een lightning hadden. Ik had ook geen 1 kill, hè. Defend the objective. Moet ik ook nog wachten. Nog eentje. Go fly with the wind. Pas dat hij daar ook niet uit zit. Want hier was net ook een goosje. Ik hoop echt dat ik een hunterkiller kan krijgen. Ik haat hunterkillers, maar bij search kan ik dan nog wel waarderen. Hij weet wat ik ben. Hoezo is hij daar? MS? Oh, hij had zeker pokeball ook. Of nee? Ik weet niet. Dit is eng, maat. Je weet helemaal niet hoeveel mensen zijn. Normaal met 4 dan heb je wel een beetje een idee, maar hij is wel zo fucking raar. Mensen horen me ook overal lopen. We hebben 2 enemies en 1 teammate. Dus 2 tegen 2. Wij moeten verdedigen. In principe zouden wij dus in voordeel zijn. Maar of dat ook echt het geval is, dat weet ik niet. Het is 1 tegen 1 nou. Nou, het is een stuk spannender. Nou jongens, nou wordt het nagels bijten. Kan je het klutje? Doet Dennis het. Nou, het is niet klutje. Ja, ik moet wachten, 30 seconden. Hij mag hem planten, jongens. Succes. Hij mag zelfs uitkiezen waar hij hem wil planten. Ik wacht gewoon die paar seconden af. Ja, dat gaan we doen, jongens. We kijken waar hij hem plant en dan zien we wel. Ik denk, hij gaat omdraaien. Ik ben, nou, ik schiet mis. Het is hardcore. Hij heeft 2 kogels nodig. Hij loopt gewoon. En als we scheef schieten, dat weet ik zelf ook. Maar bedoel, hij draait niet eens om. En ik weet je wel. Het is mooi geweest. Ik dacht zelfs dat hij de shotgun had. Had hij blijkbaar niet. Dus dat vind ik op zich wel grappig. Dit is onze laatste ronde misschien wel. Dus laten we het hier klutchen. Clutch it up, boys. Clutch it up. Het valt me sowieso al op dat er niemand... Oh, wacht. Ik ga het gek doen. Oh mijn god, Dennis, faalhaas! Ik haat mezelf. Ik haat mezelf. Ik haat mezelf. Nee! No! Dit is de reden waarom ik dus nooit pub speel. See fucking force. Ik haat je. Ik haat je. Oké, okay, maar in ieder geval, ik ga ervan uit dat mijn teammates dit... Laat maar. Ik pak mijn controle weg. Ja, dit is mooi geweest. Ik ga nog wel even de laatste ronde proberen te winnen. Werden we het verliezen? Ik weet het zeker. Dit is ongeveer hetzelfde als... Kijk eens, 6. Nee, dat is niet hetzelfde. Normaal heb ik veel meer kills. Nu hebben we met teammates meer kills samen. En trouwens, nu zijn we ook met 6 mensen. Normaal gezien, als dit League Play was, dan had ik bijvoorbeeld 16 kills of zo. En dan deze 3 bij elkaar misschien, hooguit 10. Nee, ik zeg maar. Mijn teammate heet het geklutsch. Gefeliciteerd. Maar in ieder geval, het zit erop. Ik hoop ze leuk van de keer wel anders. Het is Search Destroy en het is hardcore. En dat upload ik eigenlijk geen van beiden. Dus daarna gaan we dat nou eens even doen. Ik hoop dat je het leuk vond. Het is de eerste keer dat ik dit doe. Deze game mode. Dus dat is op zich best wel vet. Dus we hebben het best wel baas gedaan. En we staan weer helemaal bovenaan.
Met punten scheelt niet heel veel met de gozer in het andere team. Heeft meer kills, maar ook meer dead. Je vond het leuk, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.